En hallo mensen, tof dat jullie kijken naar weer een nieuwe video. Mijn naam is Rodney en ik ben hier vandaag in een raadscherm, in mijn class eigenlijk, van de NV4. Ik ga vandaag jullie nog een manier laten zien hoe je eigenlijk, simpel gezegd, de NV4, hoe je daarmee lekker veel headshots kan halen te nemen met de NV4. Maar dat geldt voor alle prachtige Assault Rifles natuurlijk in mijn neus gekribbeld, maar dat maakt hier helemaal niks uit. Wat ik ga doen vandaag, ik gebruik vandaag de NV4 Flatline. Dat is de laatste, dus de epic van de NV4 serie. Super chill ding heb ik ondertussen al gemerkt. Dus, maar wat ik vandaag heb gebruikt is de Eloscope met het hele prachtige dot. Het is de eerste die je krijgt, dus ik vind hem super chill. Omdat hij blauw is, dat komt niet allemaal op een voorst, dat is echt super chill. Dan heb ik tot ik quick draw, want ja, het is gewoon handig. Je kan gewoon lekker inzien, het is eigenlijk bijna een must in deze game, dus ja, waarom niet. Suppressor, dan kan dit iedereen mij vinden, want het is natuurlijk wel handig. Want als je in hardcore in dit geval, mensen al niet zien op de minimap, wil je ze ook niet horen. Tenminste, dat wil ik niet. Ik wil niet gehoord worden. En natuurlijk de stok, want als je daar inzoomt en je wil een beetje rondlopen om die makkelijk die headshot te pakken, dan is dat met stok gewoon prachtig. En voor mij heb ik ook nog een ghost te staan, dat als ze een minimap hebben dat ik er niet op sta, trekken dat als mensen langslopen, kan ik ze gewoon volgen en weet je, dan kan ik ze gewoon in hun achterhoofd gewoon knallen en dan heb ik gewoon een gratis headshot erbij in principe. En natuurlijk dead silent, dat ze mij niet horen lopen. Ze kunnen mij, ik ben eigenlijk gewoon, ja, invisible on the radar. En uiteraard een doom shield. Ik weet eigenlijk niet eens waarom ik dat aan heb staan. Kan ik denk ik een blackout granaat gebruiken. Want dan zou ik ze namelijk nog kunnen stunten als ik dat zou willen. Dus dat is in ieder geval mijn clashje. We gaan lekker voortje hardcore team deathmatch joinen. En waarom hardcore? Dat ga ik jullie meteen uitleggen. Want hardcore heb je veel minder kogels nodig natuurlijk om iemand te killen. Maar er is ook veel minder kogels om een headshot te maken. Dus je maakt de kans dat je een headshot maakt op deze manier veel groter. Gewoon een heel stuk groter zelfs. Want ja, weet je, als je toch zo simpel dat haalt. Als je 10 kogels nodig hebt in core om een headshot te maken, dan moet die 10 kogels wel echt wat het hoofd zijn. En in hardcore is dat misschien maar 5. Of misschien minder. Dus dan heb je veel minder lang goed te aimen voordat je de headshot binnenhaalt. Dus dat is gewoon super makkelijk. Zoals je ziet, ik join gewoon een random potje. Ik heb geen idee tegen wie ik speel. Dus we gaan gewoon zien tegen wie we spelen. En het is gewoon een prachtig potje. En we zijn aan de helft. Dus dat is een beetje jammer. Oh, hallo. We zijn wel aan de verliezende kant. Ik vind het een beetje jammer dat ik in het potje terecht kom waar ze aan het verliezen zijn. Maar, ja, weet je. Wat kan je eraan doen? Oh, dat is dood, man. Wachten. Ik hoorde jou, man. Ik hoorde jou. Awareness is all over. Oké, dat was een headshot. Je zag het. Weet je, zo'n playing game is helemaal niks mis mee in principe. Dus ook in een playing game kan je headshot oppakken. Ah. Oh. Nou, ik heb toch in een korte tijd toch nog even wat kills op kunnen pakken. Zo, even onzichtbaar is altijd handig. Had ik die headshot? Oh god. Oh god, daar gaan we hoor, ja. Nou, in ieder geval net de 68, dat is heel snel. Maar is enemy niet goed. En dan moet ik nog een potje achteraan, want het is natuurlijk geen potje. Dus dat is wel een beetje een puntje aan ja, weet je, wat is dit nou voor killcam? Je ziet eigenlijk gewoon helemaal niks gebeuren, dus dat is een beetje jammer. Dus ja, dat is een beetje jammer, maar weet je, we moeten het er maar mee doen. We moeten even kijken, we moeten even wachten. Ik ga deze guys heeft ook goed gedaan, deze heeft ook zijn best gedaan. Ik mark deze even, en waarom doe ik dat? Het is heel simpel. Omdat ik op die manier kan zien of ik hierna een goed team erin kom, maar ik ga deze lead, dus dat heeft eigenlijk niet zoveel zin. Ik ga gewoon een andere doen, want weet je, dit vind ik ook drie keer niks. Wat wel leuk is, wat ook, weet je, ik even terugkomt op mijn XP dingetje van een paar afleveringen geleden ook nog. Als je die Wolverines, in dit geval GTF Wolverines, in mijn aan de rechterkant, earn 1000 points. Nou, dat is niet zo moeilijk. Gewoon spelen. Hier, kill on you, kill, ja, gewoon één kill met een payload, ook simpel. En, ja, met een Cybernetic Comet Rig, nou, dat is ook simpel. Dus weet je, pak die punten ook gewoon. In dit geval speel ik gewoon voor die headshots, dus ik speel daar niet mee, ik let daar niet op, maar normaal pak dat echt even mee. Het zijn er gewoon makkelijke punten die je eigenlijk, het zijn dingen die je makkelijk kan halen, dus speel daarvoor. Zeker aan te raden. Dus wat gaan we doen? We gaan gewoon lekker potje spelen hier, proberen veel headshots te pakken. Het is een map waarmee je veel headshots kan pakken, tenminste het is mij al vaak gelukt.
Dus ik raad het zeker aan. Ik zit echt 3 keer op mijn, echt gewoon heel goed op mijn broodstoel om een beetje te shaken, dus waarom ook niet. En als je dan slim bent, dan kijk je aan het begin even, oké, wat moet ik halen? Nou, ik ben het weer, let ik er niet op, dus dat maakt mij niet uit. Maar kijk er even naar, let er even op en pak de punten gewoon mee. Dus je mag ook hatches. Voor hatches krijg je volgens mij ook nog punten, dat weet ik alleen niet zeker. Ja, let op. Hoorde daar al eentje. Headshot 1 is binnen. Ik ben niet van het campen. Maar ik geef ook niet vrijwillig kills weg. I believe that just put us in the lead. Ja, dat is er eentje. Oh, staan ze daar gewoon te wachten. Dat had ik niet verwacht. Dat geef ik eerlijk toe. Oh god. Ik wist niet waar die was, man. Niet mijn schuld. Oké, opletten. Oh god. Ik heb een hartaanval van die guy. Okay, ze zitten wel een beetje te campen. Dat vind ik eigenlijk niet zo nice. Oké. Waar zitten ze? Beetje jammer. Waar zitten ze? Moet even kijken natuurlijk, hè. Even kijken. Even lastig nu hoor. Friendly drone support is active. Even kijken waar enemies zijn, want ik zie ze namelijk niet. Enemy UAV in your vicinity. Hey. Kom jij? Friendly drone support is active. Oh god, schrik me dood door jou, man. Je moet toch de tijd hebben om een headshot te maken. Oké. Teammate, pak jij ze maar. Teammate, je laat me volgens mij een beetje in de steek. Ik weet niet waar ze zijn, jongens. Sorry, ik wist niet dat ze. Scarab ready for use. Even mijn drone pakt. Altijd makkelijk namelijk. Dat is ook leuk als je naar scorestreaks hebt en enemies te raken afgeleid. Met de kans dat je headshots kan pakken veel hoger, omdat ze daarna gewoon zelf niet op zetten zijn. Oh. Zo. Kom dan. Ik ben geen campertje, maar ik moet er gewoon even, weet je. Het zit erbij, maar je moet gewoon een goed potje spelen. Dit valt daar ook onder, weet je. Gewoon een goed potje proberen te spelen. Altijd belangrijk. You are halfway there. Continue advancing. Bombardment ready to fire. Oké. Kijken. You will be on standby. Ik heb nu weer dat ding. Niet zo chill. Ja, het is eigenlijk ook wel chill, maar. Oh, zo ver. Oké, ik moet even een rustig plekje zoeken om al deze shit te openen. Kijken.
Request received. Drone package is on the way. Hier zie ik mensen, dus waarom ook niet. Zo, dit ding even. Het is wel veilig wat dat betreft, dat is wel prachtig. UAV on standby. Doe je bietje erbij. En we kunnen weer door. Kermitje. Een hekel aan, hè. Oeh. Oh, mooi kill, mooi kill. Oké, hij kwam in ieder geval van deze kant, dat zie ik al. Zo, ik had je dat niet gezien, man. Goeie kill, goeie kill. Oké. Nou, net een 15 om 6. Hele prima score. Dus, het kan altijd nog meer door. Teammates voor. Oeh, ik ben er gewoon langs. Enemy UAV in your vicinity. Oeh. Oh ja, vies kind, echt. In de hoek zitten. Oh. Nee, kwam. Ik ben die dingen vandaag. Dus dit hoort erbij. Zit die guy in? Goed. Dat is wel. Dankjewel, dat ik niet meer zou vinden. Het zou een beetje jammer zijn namelijk. Kijken. Sorry man. Hoppatee. At our current pace, we will prevail. Friendly drone support is active. Waar blijft hij? Contact! Oké, okay, opletten. Friendly drone support is active. Scarab ready for use. Sorry. Kut! Oh, waarom sloeg ik? Waarom sloeg ik ook? Ik weet het ook niet. Het potje afmaken met dit ding. Nou, in ieder geval, wat we duidelijk konden zien, ik ben derde geworden, 21 om 8. Hele nette score, vind ik zelf. Dus weet je, dat is prima. Wat in ieder geval, kijk. Ja, daar is die karma, daar is die karma. In ieder geval, wat jullie te zien hebben, je pak, kan er best wel wat kills mee pakken. Kan ik gewoon heel snel doorlopen. Het is geen scam ding. Je hebt er geen terminal voor nodig, met een terminal gaat het gewoon niet snel genoeg in hardcore. Zo simpel is het gewoon. Dus je kan op deze manier heel makkelijk, je kan gewoon doorrennen, je kan gewoon je dingen, je kan eigenlijk gewoon, het is een hele geschikte class voor hardcore en ook meteen pak je die headshots mee. Dus dat is gewoon heel erg super chill. Nog één keer de class, weet je, het is gewoon, je kan gewoon rennen, je kan gewoon mikken en aimen, je kan gewoon lopen en aimen tegelijk. Super chill en niemand ziet je, want niemand verwacht je, dat zie je, dat zag je ook echt terug. Het is een pressure, oké, weet je, dan hoort niemand je schieten. Op deze manier horen ze je niet lopen, want in de game, het is echt zo van, je hebt geen UAV, je moet mensen horen lopen. Als iemand ook nog niet hoort lopen, weet je. En hij heeft Ghost, dat is gewoon, het is eigenlijk gewoon een combo dat mensen je niet kunnen vinden. En ik gebruik dit niet, maar dat is gewoon een overig punt, weet je. Als ik geen ELO zou gebruiken, wat ook prima kan, en je doet deze weg, dan heb je ook gewoon een extra puntje. Dan zou je bij wijze van spreken gewoon Force Grip of Extended Max of verzin maar iets gewoon erin kunnen tikken. Maar weet je, dat is in mijn geval nu niet nodig. Dus we zeggen, gebruik dit zeker. Het kan met elke soort, weet je. Ik heb hier nog niet zoveel vrijgespeeld. Maar zet dat er ook gewoon op. Het kan ook gewoon. Het is een hele geschikte clash. Je kan hier, ja, deze. Het is gewoon in principe gewoon hetzelfde. Alleen, weet je. Je kan er gewoon heel makkelijk al die headshots mee maken. En ik weet dat ik net, voordat dit potje begon, 81 headshots had. En ik heb er nu 84. Dus ik heb drie headshots opgepakt in het potje. En ik had dus zo'n, ja, weet ik hoeveel had ik er? Hoeveel kills had ik? 21 kills. Nou, 21 op 3, weet je. Het is,
Ik heb er niet echt op ge- ik heb geprobeerd te letten, maar het was vooral een beetje rondrennen. Dus als je iets rustiger zou spelen zoals ik, dan kom je er zeker wel en heb je heel makkelijk snel veel headshots. In ieder geval, als jullie dan van deze video genoten hebben, doe dan zeker even een blauw duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren en te reageren op mijn kanaal hier beneden in de beschrijving en waar dat allemaal ook staat. Misschien staat het zelfs daarnaast als je op je telefoon kijkt. In ieder geval, hartelijk bedankt voor het kijken. Zeg ik laters, dag en doei.